Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin? Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen met de grammatica van Hashtag Dutch Grammar 2. Les 6 tot en met 14 over voegwoorden. Ching staat met Martin op het bruggetje. Martin bedankt Ching dat ze hem het bruggetje laat zien. Nu weet ik waar het is. Ik vraag straks aan Marieke of ze met mij hierheen komt. Martin, jij en Marieke, gaan jullie trouwen? Trouwen? We zijn niet verloofd. Ik heb haar nog niet eens gekust. Maar ik ben wel verliefd op Marieke. En ik heb van Lars gehoord dat zij ook verliefd op mij is. Verliefd? Verloofd? Zo die man, wat betekent dat? Verliefd? Verliefd? Dat woord heb ik geleerd. Dat is als je gaat trouwen. Ching begint het te begrijpen. Jij en Marieke? Sst, niet doorvertellen. Marieke gaat helemaal niet trouwen met Martin. En Marieke is helemaal niet verliefd op Martin, want ze is verliefd op Gianluca. Ching, ik bedank je dat je mij het bruggetje hebt laten zien. Nu moet ik naar Marieke, omdat het straks donker wordt. Martin, wacht. Ching begrijpt dat ze nu iets tegen Martin moet zeggen. Martin, ik moet je iets vertellen. Ik weet niet zeker of Marieke op jou verliefd is. Maar dat heeft Lars me verteld. Misschien is het een misverstandje. Maar Marieke heeft gezegd dat ze met mij naar de maan wil kijken. Eigenlijk denk ik dat ze liever met Gianluca naar de maan wil kijken. Gianluca? Waarom denk je dat? Sorry, Martin. Gianluca heeft me gezegd dat ze samen zijn. Maar Gianluca zegt zoveel. En ik heb ze samen gezien. Verliefd. Hij heeft zelfs het hele woordenboek uit zijn hoofd geleerd, omdat Marieke dat romantisch vindt. Martin is boos op zijn vriend Gianluca, maar hij moet ook huilen. Hij heeft liefdesverdriet. Gelukkig is Ching bij hem, zodat ze hem kan troosten. Nou, wat jammer voor Martin. Hij verlangde zo naar dit moment. Hoewel hij wel op het bruggetje is, is hij niet met Marieke. Zij zit bij Gianluca. De volgende keer bij Heb je zin zien we hoe dat verder gaat. Tot dan. Doei!